spelen tegen jouw ploeg? Leuk, altijd leuk. Helemaal als je vorig jaar twee keer tegen ze hebt gespeeld en twee keer hebt gescoord. Dus extra fijn, ja. Vorig seizoen scoorde Mimoun Mahi zowel in de thuis- als uitwedstrijd tegen zijn oude ploeg Sparta Rotterdam. De tegenstander van komende zondag in het Noordelijk Stadion. Daar droom je van als je linksbuiten bent van Groningen. Dat Sparta dan op bezoek komt en dat jij dan scoort. Van Nie. Idrissi. Mahi kan eraan komen. Oh, de goal van Mimoun Mahi. 2-2 tegen zijn oude club. Hij zat niet in de wedstrijd. En Kortsmit stond echt helemaal vast. 2-2. Je wil natuurlijk altijd tegen je oude ploeg gewoon je werk blijven doen. En elke wedstrijd probeer ik gewoon 100% te geven. En tegen Sparta is het na twee keer gewoon gelukt. En dat is altijd lekker als je scoort. Maar het is niet echt iets speciaals of iets. Het is gewoon echt puur zakelijk en gewoon mijn doelpunt proberen te maken. Op de lijst van topscorers van de Eredivisie over het kalenderjaar 2017 staat Mahi bovenaan. Samen met Marco van Ginkel van PSV. Beiden maakten tot nu toe in 2017 17 doelpunten. Ja, mooi. Dat is ook iets heel moois. Heel leuk, heel mooi. Mahi maakte zijn laatste doelpunt op 19 november thuis tegen Vitesse. Het wordt dus wel weer tijd dat hij gaat scoren. Ja, zondag, hè? Waar alles voor het laatst. Dus zondag een hele mooie wedstrijd. En hopelijk kan ik daar weer op scorebord staan. Ja want jullie hebben natuurlijk wat goed te maken naar de wedstrijd tegen Excelsior, toch? Ja, zeker. Ik heb sinds Kivia voetbal geen van Excelsior uitgewonnen. Dus gewoon een lastige uitwedstrijd geweest. Helaas verloren, maar we hadden meer verdiend. We hadden ook grotere kans dan hun. En dat hoort ook bij voetbal. Hè. Zondag kunnen we het weer revancheren en gewoon 3 punten hier houden. En hopelijk een betere tweede seizoenshelft. Want FC Groningen was goed op weg om de eerste seizoenshelft goed af te sluiten. De teleurstellende 2-0 nederlaag van afgelopen zondag tegen Excelsior zorgde echter voor een domper. Ja, zeker. Ik denk als je ziet de kans die we hebben gekregen tegen Excelsior, hadden er best wel 2-3 erin mogen gaan. En dan gebeurt het niet en dan weet je gewoon dat tegenstander gewoon gaat inzakken en alles dicht gaat houden. En ja, zij scoren natuurlijk uit een vrije trap. Heel onnodig, heel zonde, maar het gebeurt. En helaas hebben wij niet kunnen scoren daar. Nee. Verwacht jij ook een terughoudend Sparta komende zondag? Ja, ze hebben natuurlijk 7-0 verloren van Feyenoord, dus dat doet wel iets met hun. De trainer die ontslagen is. Dus natuurlijk speelt daar een bepaalde onrust. En ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat een aantal trainers waren ontslagen. Dus dan speelt er een bepaalde onrust. Alleen, wij moeten gewoon zorgen dat we 3 punten hier houden. Noord-East-Stadion is natuurlijk wel een grotere stad dan Excelsior, dus er gaan sowieso ruimtes vallen. En wij moeten daar gewoon van profiteren en gewoon 3 punten hier houden.